Twan Suzijn, die werkt bij Dekker van de Vecht in Nijmegen, is genomineerd tot boekverkoper van het jaar. Dat voelt als een hele grote eer. Vooral omdat ik genomineerd ben door mijn collega's. En mijn collega's, dat zijn in mijn ogen allemaal hele goede boekverkopers. En daar zou ik dan door gekozen worden als de beste boekverkoper. Nou, dat vind ik wel buitengewoon eervol. Ik geloof ook niet dat het zo is trouwens. Ik denk dat er wel betere boekverkopers zijn dan ik. Waarom denkt Twan dat zijn collega's hem hebben opgegeven? Omdat zij mij waarderen als boekverkoper. En omdat wij een prettige club mensen bij elkaar zijn die elkaar van alles gunnen. Dus dat zal wel een belangrijke reden zijn. Ja. De beste boekverkoper wordt gekozen aan de hand van het aantal online stemmen. Gaat Twan nog iets doen om stemmen binnen te halen? Zelf ga ik dat niet doen, nee. Ik ben niet zo ijdel dat ik dat soort dingen ga vragen. Maar ik kan niet voorkomen dat anderen wel stemmen gaan vragen. Mijn kinderen bijvoorbeeld, die zijn al actief bezig. Dus, ja. Twan is al een tijdje werkzaam als boekverkoper. Sinds 1 augustus 1973. Dus dat is snel opgeteld, bijna 43 jaar nu. En denkt Twan nog aan stoppen? Ik was eigenlijk niet van plan om zomaar te stoppen. Pensioen was iets waar ik eerst naar uitkeek. Waar ik nu van denk, ach, daarna zie ik wel weer verder.